Lions Club Paramaribo Central bestond afgelopen maandag 60 jaar. In verband hiermee heeft de serviceclub vanmorgen een persconferentie gehouden om de samenleving te informeren over de 37e Multiple Districts Convention, MDC, die van 17 tot en met 21 mei in Suriname wordt gehouden. Volgens Lion Imgard Tjongahung, voorzitter van de organizing committee van de MDC, zullen de deelnemende landen stilstaan bij de ontwikkelingen die het Lionisme de afgelopen 60 jaar heeft doorgemaakt in de regio. Het is heel belangrijk om je leiders te kiezen dat frisse ideeën naar voren gebracht worden. Want het beleid voor het komend visseljaar gaan ze uitzetten. Ze komen met nieuwe plannen, want er wordt binnen het district worden ook projecten uitgevoerd. Er worden trainingen gegeven, dat is heel belangrijk. Dat er trainingen worden gegeven, dat de Lions, nieuwe Lions die binnenkomen, trainingen volgen in leadership, in membership en allerlei andere trainingen. En zodat ze aware worden van het Lionisme, wat het precies inhoudt. Het Lionisme is niet van dat je komt en je, omdat je een vest aan hebt. Nee, je moet heel hard werken om je, de samenleving waarin je woont, werkt en leeft te dienen. Want daarvoor zijn we er, om te dienen. Ons motto is we serve. Ja, en uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen, wanneer je dat doet, ik doe het al 10 jaar, dat je, het is gewoon een voldoening. Het doet me verschrikkelijk goed wanneer een kind een bordje eten krijgt dat niet te eten van huis krijgt. En dat kind heeft gewoon een dankbaar blik. We hebben in het verleden, de Lions Club Noord, hebben we verleden ook maaltijdenprojecten. En het is gewoon echt een voldoening dat je hard kan werken en middels deze organisatie pro deo je samenleving kan dienen. In Suriname werd in 1957 de eerste Lions Club van het Engels sprekende Caribisch gebied opgericht. Volgens Tjongahung werd 45 jaar na de oprichting de eerste vrouwelijke Lion toegelaten tot de club. Wij van Suriname behoren tot district 60A. En daarin vallen dan de landen Suriname, Guyana, Trinidad en Tobago. Dus dit jaar wordt een nieuwe district governor, de huidige district governor komt uit Trinidad. Dat is Nadine Bougel. En we zullen dan de nieuwe district governor kiezen en dat is Jean Noël van Guyana. Volgend jaar wordt dan, komt Suriname aan de beurt en dan wordt van Suriname een district governor gekozen. Die momenteel zal doorschuiven naar First Vice District Governor en dat is de heer Rudolf Augustin, die van lid is van Lions Club Paramaribo Noord. Irmgard Tjongahung, voorzitter Organizing Committee van de Multiple District Convention van de Lions International. We spraken er vanmorgen na een persconferentie in de Mantel. Het persmoment was bedoeld om de samenleving te informeren over de regionale conferentie die van 17 tot 21 mei in Suriname wordt gehouden. Op 19 mei zal ook een parade worden gehouden waarbij de vertegenwoordigers van de deelnemende landen in hun culturele klederdrachten door de binnenstad van Paramaribo zullen lopen.